Hallo kijkers van Henk 2, ik ben Mark en ik ben vandaag weer terug bij Cliff Crowns. De vorige aflevering ben ik hier gebleven en we gaan vandaag dus de Cliff Portal gaan we dus slopen. Die hele cave die gaan we de grond in blazen en alles. En ja, dat gaan we dus vandaag in ieder geval wat doen. Dat gaat dus wel betekenen dat ik natuurlijk wel wat meer geld nodig ga hebben, want met dit ga ik het echt niet redden. Maar in ieder geval kunnen we dan vast wel een night regelen, dus dat is wel heel fijn. En dan moet ik eigenlijk even kijken. Oké, jij hebt dus geen coins meer voor mij. At the moment. Dat betekent nog niet dat er geen coins komen, maar heeft dan nog even tijd nodig. Dan loop ik wel even naar de farm toe, denk ik. Misschien hebben ze daar nog wel wat coins. Wauw, 1 coin. Daar word je rijk van. Ah, hier hebben ze ook nog wel wat van het jagen zelf. Hier nog eentje toevallig? Nee. Het begint ook weer nacht te worden, dus dus kun je wel even verstandig om de muur en, door in te gaan of zo, weet ik veel. Ik ben wel vreemd dat die andere 3 farmers niet naar die farm toe gaan. Oh, dat kan ik niet echt begrijpen, maar misschien heeft dat even tijd nodig. Dat weet ik niet. En dan heb ik weer net niet genoeg geld. Jee. Dus even kijken, hoe gaat het hier? Zo. Dan volgens mij gaat het hier uitstekend, want jullie hebben heel wat geld. En de bom die moet ik pas halen wanneer ik eigenlijk met alles een beetje bijloop. Oké, dat zijn nu... Hoewel, ligt er nog 1 extra. Heb ik nou 4 nights? Totaal al. Staat hier al zo'n andere night? Ja, die staat er. Oké, dat is mooi. Dus dat betekent dat ik eigenlijk genoeg nights heb. Oh, dat had ik niet verwacht. Ik verwacht dat het nog lang duurde, maar... Volgens mij blijven hier herten wel spawnen, dat is wel fijn. Zo'n klein bos, nou prima. Niks over te zeggen. Give me your money. Dat is ook echt zo gebrekkig Engels. Je moest dat weten. Dit nummer heb ik nog nooit eerder gehoord. Er zit ook een beetje een beat achter. Oké. Ik ga zo dadelijk nog wel even mijn pouch even een beetje vullen met coins. Maar nu ga ik even die nights nog een beetje vullen met coins eerst. Dat ik heel wat andere dingen ga doen. Nou, herten die spawnen hier wel. Super fijn. Dat er in dit kleine bosje nog best wel wat kan spawnen. Dat is wel... Ja, beter kun je het eigenlijk niet hebben. Oké, zodra ze binnen zijn ga ik die knights even weer coins geven, want die gaan ze wel nodig hebben tijdens de aanval. En daarna moet ik even mijn pouch vullen, voordat alles al gedaan wordt door de archers zelf. Thanks for the money. Maar de greed is heel dichtbij. Nou, dat was alles al. Nu moet ik eigenlijk alleen nog maar even een beetje geld bij verzamelen voor de bom. Maar dan zitten we goed. Eens kijken hoe lang duurt het voordat ze zijn. Oh, ze komen er nu al. Het is wel een heel zwakke bolder. Dan ga ik nu weer de bom regelen. Die staat hier. En dan moet ik gewoon nog even wat meer geld verdienen voordat ik daar naar binnen ga. In de cave. Ja, dan hebben we in ieder geval wel 3 van die grote cliff portals hebben we dan gesloten. Oké, nog een beetje geld sprokkelen hier vandaan. Ik zei een beetje, niet zoveel. Maar dat is eigenlijk precies genoeg. Dus we gaan nu gelijk de aanval in. De dag is nog wel een beetje jong, dus dat kan wel makkelijk. Ik vind het wel chill dat er in dit bos nog gewoon herten spawnen. Echt niet verwacht. Let's go team. Zal ik even een nacht wachten? Dan gelijk gaan wanneer de aanval geweest is. Misschien wel verstandig. Heb ik eigenlijk gewoon geen risico's op mijn pad. Ja, het is eigenlijk zo'n nacht. Maar ja, je bent er ook zo. Dus ik weet niet. Ik wacht wel even. Gewoon geen risico's nemen. Gewoon maar even wachten. Wachten kan natuurlijk ook wel hoor even. En ja, die dagen die, en nachten zijn zo voorbij. Oh. Even kijken hoor. Ja, hebben we nog wat nodig eigenlijk? Niet wat ik weet. Oh god, je hebt ook weer geld. It's too much. Oké, hier blijft het staan. Voor de nacht. Dat zal niet heel positief zijn, want dat kan natuurlijk nog even betekenen dat ik nog wat koers in het water gooi. Maar ja, dat moet er waar. Valt wel mee. Ik heb helemaal niks verloren. Dat klaag ik niet. Nee, dat klaag ik echt niet. Ja, zodra de aanval van de greed is geweest, kan ik eigenlijk gelijk zelf een aanval maken. Maar wel wat destructiever. Rip. F in de comments. Was dat al? Nou, mooi. Let's attack. Ja, hier is de brug al en de portal zit eigenlijk zo fucking dichtbij. Daar heb je hem volgens mij eigenlijk al ergens hier, ja. Dus we hebben genoeg tijd. Ik maak me nergens zorgen over. Als die bompersontjes ook even opschieten. Daar heb je ze. Mooi. Verliezen we ongeveer 13 personen. Let's go. Oh ja, dan kan ik ze natuurlijk ook even wegblazen. Dat is heel chill. Zo. Oké, een beetje coins weer oprapen. Ja. Door pushen. Hadden we maar iets van een katapult of zo. Ja, die Nijsjes kunnen best wel wat hebben hoor. Oh, daar gaat een van mijn Nijsjes. Laat maar. Exploding shit. Oké, deze was best wel easy, maar dat komt natuurlijk ook omdat het eerste eiland is. Songs will be written. The monarch has secured the kingdom. Nou, dat is weer een eiland compleet. 327, eens 3 coins. Oh, dat is maar nog eens veel coins. Oh mijn god. Sorry, ja. Ik zou wel fijn vinden als je die de credits kon skippen. Of iets dergelijks, of wat dit ook mag zijn. Maar 2 pikemen. Rip. Hij geeft die coin terug. Nou, dan kunnen we weer terug naar dat kingdompje. En daar zijn we weer. Hallo. Maar ik kan vast 2 weer het nieuwe zwaarden, want ik ga die Nijsjes nog wel even weer recruiten. De fuck om die dus zoveel geld weer. Even heel wat artjes weer kopen. Holy fuck. En we moeten binnenkort maar eens, of nou eigenlijk gelijk maar eens even beginnen met de nieuwe boot. Hey, it's too much. Ja, wacht, in dit eiland hoef ik natuurlijk helemaal niet die onderdelen zelf te kopen. Kijk, dat scheelt. Dus in principe zou ik eigenlijk zo van het eiland af kunnen. Dan ga ik gewoon even weer, wanneer ik van dit eiland af ben, ga ik even alle eilanden na. Om eventjes een beetje alle hermits even weer bij elkaar te spokkelen. En gelijk naar het vierde eiland toe te gaan. Want ja, we hebben een vuurtoren, dus in principe hoeven we daar helemaal niet zoveel zorgen over te maken. Ja, waar ik me zorgen over maken, dan is dat een snelle motor hier. Waar de fuck heb je nog steeds geen coin? Ik zou lang een coin gaan geven. Ik heb nog 2 extra builders even aan. Hoppakee. Oké. Dus dag 15 alweer. Holy fuck. Maar ja, dat is natuurlijk ook wel eens weer even opbouwen en zo, hè. Dus ja, in principe is het wel heel logisch. Ga ik nu gewoon alvast weer even richting het schip. En dan even kijken of ze toevallig daar nog wat koi's hebben. En dan gaan we gewoon van dit eiland af. Super chill, nog wat coins. Oké, nog een aantal kontjes. Precies genoeg. Oké, dat is al een beetje te veel hoor. Dat is echt wat te veel. Oh god. Ja, hou maar op met die coins. Maar wacht, als die mensen dan ook allemaal coins meenemen, gaat dat dan ook mee? Ik weet niet. Ik weet echt niet hoe het zit. De Knights en de E-Artist nog even. Die Hermit gaat wel mee. Let's go. Op naar het tweede eiland. Wat een joe. Ga ik gelijk even kijken of hier toevallig ergens een hermit ligt. Het ligt. Moet je nagaan. Dus ook geen mensen zie te recruiten. Het is eigenlijk gewoon even een beetje door het eiland heen. Kijken wat er allemaal een beetje is. Of er toevallig nog wat nodig is. En dan weer door naar het volgende eiland. Nou, dan ga ik nu even helemaal naar de rechterkant. Doggo! Daar hebben we die nu ook. Hier hebben we nog een farm, maar die, ja, daar heb ik eigenlijk wel niks aan. Hier was die ballista. Hier nog een kamp, mooi. Oh ja, hier was de portal. En hier natuurlijk die hermit. Ja, mooi. Die neem ik dus ook gewoon mee. Maakt niet uit dat deze hermit al een beetje nutteloos is. Dat maakt echt niet uit. Maar we gaan er gewoon gelijk door naar het volgende eiland. Ik kan natuurlijk ook gewoon de portal gebruiken. Nog een beetje coins een beetje sprokkelen hier. Ik weet niet hoe je coins sprokkelt, maar hé, dat maakt niet uit. Ho, ho, ho. Holy fuck. Let's go. Als je een grotere hoeveelheid coins wil hebben, dat gaat je niet lukken. Nou, dan gaan we weer. Hallo, doei. Oké, Delleiland. Dan gaan we hier gelijk ook weer kijken. En hier wordt het winter. Vreemd dat dit hier winter is. Want van die wintersessie moest er al lang af zijn hier. Of misschien smelt het ook gelijk weer. Nog een beetje een bug of zo, denk ik. Oké. Ik heb nog wel een beetje coins wat te zien. Oh ja, hier was een toren. Ja, nee, dat klopt. Er zijn nu ook zo verdomd veel mensen hier. Oh ja, dat was dit eiland, ja. Met al die mensen. Dat kan ik me nog wel herinneren. Dat was wel goed. Deze allemaal te gaan recruiten, dat is... Ja, dat wordt er niet. Dat hoeft ook helemaal niet. Hoe ver gaat deze muur? Dat heb ik toch wel altijd gedaan. Oké, hier hebben we weer een hermit. Dat is de bakkerij, oké. Kijken of er toevallig niet hier nog wat meer is, wat ik dan vergeet anders. Nou, volgens mij niks. Nee. Nou, dan kunnen we gelijk door naar het vierde eiland, waar we dus zijn gebleven. Toen kennen we dus 3 hermits mee. Normaal waren het al 2, maar nu 3. Hoeveel mensen zijn hier wel niet? Echt jemmer. Was ik al langs de boot geweest of... Oh nee, hier staat hij. Oké, kom erop. Gaat het natuurlijk wel even duren voordat ze hier zijn, maar hey, dat maakt niet uit. Onze hond is er. Als het goed is moet iedereen er nu op zitten, behalve de hermits dan, maar die komen vanzelf. Kom maar nu. Oké, vierde eiland. Oké, maar dan ga ik nu deze aflevering dus afsluiten. Dus de volgende aflevering gaan we dus weer verder met het vierde eiland. Ik hoop dat het leuk vonden. Geef een like en dan van kanaal. En dan zie ik volgende keer weer. Later.